met Marcel op een podium staan resulteert in meer energie. Jongens, laatste 2 jaar. Wat voor woord komt boven als je dat zou moeten omschrijven? Hecht. Ja, dat is goed. Ja, hecht. Sinds dat This Is Who We Are uit is gekomen, hebben we eigenlijk superveel met elkaar opgetrokken. We hebben meer dan 100 shows achter de rug en de nodige studiouren samen beleefd. Daardoor is er zowel persoonlijk een hele hechte band ontstaan en muzikaal eigenlijk ook. Maar dat is zeg maar wel, dat was wel een risico, omdat je 2 nieuwe mensen in de band hebt. Was je daar nog bang voor of het wel zou klikken, ja of nee? Nou ja, ik had meer zoiets van toen we aan het hele This Is Who We Are avontuur begonnen. Dat voelde al meteen heel goed en dan kun je wel heel veel zorgen maken, gaat dit goed komen, maar je moet het gewoon gaan doen. En dat hebben we gedaan en dat is heel goed bevallen. Dus ja. Weet je, als dat niet zo was geweest, dan hadden we de balans ook wel opgemaakt. Maar het is gewoon kikkerder dan het ooit was. En dat geeft weer nieuwe energie. Dat heeft erin geresulteerd dat er nu alweer een nieuwe plaat is. En dat we gewoon, of wat Jamie zegt, of nou de studio ingaan of onderweg zijn naar een gig, of die gig zelf aan het doen zijn. Het is gewoon allemaal heel positief, heel fijn. En dat komt mede door die nieuwe inbreng. Dus dat is gewoon een hele fijne ontwikkelingen. Is jou, voor jullie als ritmesectie, is er nog iets veranderd door een nieuwe zanger en door een extra instrument? Nou, weet niet of het door een extra instrument en een zanger, tenminste, ja, misschien instrument, alles is gelaagder meer bij deze plaat en eigenlijk ook bij de vorige plaat, maar zeker bij Time Your Sense is dat wel het geval. En ik denk voor mij persoonlijk als drummer dat ik heel erg dienend wil blijven gaan drummen en het vooral niet te vol laat maken. Gaan maken, zodat alle melodieën en alle parts, omdat het zo vol zit, dat in ieder geval de ruimte krijgt. Ja, en ik denk eigenlijk, als je dat naar het live verhaal vertaalt, jouw vraag van wat de nieuwe inbreng daar aan onze rol heeft veranderd. Dus als ik dan van mezelf spreek, dan denk ik wel dat met Marcel op een podium staan resulteert in meer energie. Gewoon omdat Marcel zoveel power heeft, die ook weer bij ons losmaakt. En dat is heel erg cool, omdat het zo onwijs iemand is die altijd voor de keel gaat, 200% geeft en die gewoon na een uur spelen leeg is. Dat resulteert voor mij ook in een energieke show. En je gaat daarin mee en je wordt daarin meegezogen. Dus dat is het is geen tijd om brak te zijn als je bij het Marcel op het podium staat. Dat trekt hij er zo uit eigenlijk. Ja. Kom nou! Zo. Wanneer zijn jullie zeg maar begonnen met het schrijven voor deze plaat? Zijn er al nummers geschreven tijdens de vorige plaat? Ja, eigenlijk grappig genoeg de Still Life, de openingstrek van deze plaat. Het basisideetje daarvan, dat ontstond al in Liverpool. Terwijl ontstond met Mars en Vince en Spike. Die daar in de chillroom een beetje met een akoestgitaartje aan het pingelen waren. En dat is eigenlijk het hele jaar doorgaan. We zijn vrijwel meteen naar die plaat gaan toeren. Eerste festivals, toen de clubs. En met name tijdens die clubtour in het najaar een paar keer in de week spelen. En door de week waren we toen al bezig met het maken van demo's en dingen uitwerken en een beetje de nieuwe stukken in kaart brengen. Dus dat is eigenlijk gelijk doorgegaan. En dat heeft er ook in geresulteerd dat toen die tour klaar was en het spelen klaar was, we eigenlijk al heel snel weer de studio in konden. Omdat we op een gegeven moment 25 stukken hadden waar we eigenlijk al een coole plaat uit konden selecteren. Heb je zeg maar een soort richting gekozen voor deze plaat? Of waren de nummers, gaven die richting al aan, zeg maar, qua demo voor hem al? Ja, ook wel een beetje. Ja, kijk, je hebt natuurlijk één ideetje komt bijvoorbeeld van Marcel, één ideetje komt van Vince of van Spike. En dat resulteert eigenlijk altijd dat je dat samen aan gaat pakken. En inderdaad, wat Bas net zei, 25 stukken, uiteindelijk ga je wel kiezen. En natuurlijk wordt daar over gepraat en ieders visie wordt daar over uitgesproken. En zo kom je eigenlijk op die 12 stukken, wat natuurlijk wel een grote rode draad is, met een verhaallijn. Ja, maar het grappige is dus wel dat omdat die liedjes gaandeweg op een hele gewoon ontspannen manier ontstonden, hè, niet van, oh, nu moeten we een plaat schrijven. En het feit dat je er dan zoveel hebt, dan krijg je dus inderdaad wel dat die liedjes samen, op een gegeven moment zijn er dan altijd wel een paar twijfelgevallen van, is het die of die? Maar het gros van die stukken, dat leidt zichzelf, want er waren er sowieso denk ik al 8 of 9 die al voelden als een plaat, wat al echt wel bij elkaar paste. Dus in die zin leidden de liedjes dan de weg en dat is denk ik een hele fijne
volgorde. En die ideeën zitten niet in de prullenmand. Die hebben we altijd nog. Dus, je gaf aan een verhaallijn. Wat is voor jullie de grote verhaallijn van deze plaat? Voor mij, wat heel veel voorkomt in wat mensen... Wat de hele band beleeft, is dat filmische aspect. Dat vind ik altijd wel erg passen en heel erg... heel erg waar. Gewoon. De ruimte, de spanningsboog in deze plaat. Alles is heel erg beeldend en inderdaad filmisch. En dat vind ik wel behoorlijk. Dat is eigenlijk ook het enige wat we onszelf hebben opgelegd, als het ware. Van, als je het heel erg doortrekt, als het ware een soundtrack maken voor een film die niet eens bestaat. Maar dat sfeer dus heel centraal staat. Dus dat het niet allemaal per se in een heel afgekaderd stramien moet passen, maar als een bepaalde song goed voelt, gewoon laat het lekker duren en neem ook af en toe de tijd om gewoon de muziek het verhaal te laten vertellen in plaats van per se zang of wat dan ook, weet je wel, daar een mooie balans in aan te brengen.